Ik ben Jill. Ik heb een tekenwinkel. Ik scheer me. Soms doe ik me pijn. Maar ik heb een tekenwinkel. Die doet geen pijn. Tenzij ik het wil. Als ik mijn tekenwinkel open, dan open ik geen winkel. Ik open mogelijkheden. Als er een klant langskomt en die is anders, dan is die voor mij juist heel normaal. Want anders zijn is zijn. Die jonge kunstenaars, daar voel je die brandende nieuwsgierigheid. Branden. Lijm. Lijm? Wat voor lijm? Architecturale lijm, knutsellijm, papierlijm, gewone lijm? Ja, het is niet echt voor toe te brengen, het is meer voor, ja, gebruik. Je hebt al gehoord van pritstift? Nee, is dat nieuw. Het is een goede droge lijm. Dat wil zeggen dat hij niet vochtig is. Maar het droge is zo van die brokken, want als dat zo met van die brokken is, dan blokkeert dat zo. Allee, iets met papier. Alsjeblieft. Dat is die prit dat je constant over bezig bent. Hebben ze iets met meer. En dat is de power! De power prit. Dat is. Beter uit. Ja. Ik heb dat nodig hè, voor mijn stickers. Kunst. Dat is echt volle powers, hè. Ga je heel mooie kunst op je tekenen maken. En hij verkoopt dat zomaar over de toog? Ik verkoop dat per stuk, of ik kan nu ook per 12. 12? Nee, zoveel geld heb ik niet op mij, maar... geef mij gewoon alles wat dat hier... Merci, hè. Wanneer ik zo'n jonge kunstenaar heb geholpen, dan voel ik mij de tussenpersoon tussen hun menselijkheid en onsterfelijkheid. Het voordeel van cliënteel van een tekenwinkel is dat die mensen allemaal perfect weten wat ze willen. Dag meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedkoopste, beste, allerbeste potlood. Een potlood? Goedkoopste. Een tekenpotlood? Nee, een kleurpotlood. Een kleurpotlood? Nee, een penseel, voor met de schilderen. Nee, als ze minder voor te tekenen, meer voor als ze... Zachtjes. Schoen. Schilderen. Nee! Klappertje verf. U bedoelt een verfstift. Toch. Een mes! Olieverf. Olieverf. Hoe kupste? Oeleverf. Want ik... ben een koetsneer. Als ik het goed begrijp, bedoelt u een tekenpotlood in kleur om in olieverf mee te schilderen. Ben een koetsneer. Misschien kan u gewoon olieverftubes nemen? Vogels! Vogels te schillen! Klaar vogels! En groeit de vogels? Papier klaar! Klaar vogels! Die is een goede vogels! Daar vogels! Als u een potlood! Kleurpotlood! Het goedkoopste! Ik denk niet dat dat bestaat, meneer. Kun je het dan bestellen? Als die bestaat, kan ik het ook niet bestellen. Vogels! Vogelkes. 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 Kunst. Ik. Vogelkes. Vogelkes.
Ik ben Gilles. Ik heb een tekenwinkel. Ik licht nooit klanten op, behalve als het echt klootzakken zijn.